Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 8 mei 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. Ja, en toen had ik niks voorbereid. ik zit een beetje met een probleem, want het is kort voor de uitzending. En ik had nog wat willen improviseren. Het is vandaag een beetje een chaotische dag met enorm veel beslag op mijn tijd. En toen meldde er een goede klant van mij. En dat gesprek dat duurde tot, hoe laat is het? 1846. Ik heb een paar nieuwsberichten voorbereid, maar ik kan die niet tot een goed verhaal schrijven. Dus ik denk dat ik dat maar laat afweten. Ik heb voor de korte golf een herhaling van gisteren gestart. Dat wilde ik nu niet doen met die muziek twee keer achter elkaar. Ik vind, moet je niet te vaak doen. Maar ik heb ook niet een ander onderwerp, dus dat is een beetje een probleem. Dat wordt een korte uitzending. Ik wil de zaken volgende week wel weer een beetje orde op zaken stellen. Voor deze week waren ook de korte uitzendingen wat rommelig. Ik heb er wat mee geëxperimenteerd. Nou, met een beetje lijn inkomen. En zodanig dat ik waarschijnlijk vanavond in de lange uitzending, want die is er wel, niet een herhaling doe van de uitzendingen van de afgelopen week. Maar gewoon een uitzending doe met grotendeels de buitenlandse bijdrage. Het is niet anders. En ik kan er wel een hele lange uitzending van maken. Ik ga nog heel eventjes wel kijken of ik niet toch een paar onderwerpen heb die toch wel bruikbaar zijn. Maar ik vrees het echt. Ik denk dat ik niet veel heb en dat het rommelig wordt. Ja, wat wel leuk was die ik al had uitgezocht, dat is dat er een blad van de British Amateur Television Club, de Britse Amateur Televisievereniging uit is. En die gaat speciaal over amateur televisie met kleinere bandbreedte. In Engeland hebben ze een stukje boven de 2 meter band waarmee dit soort dingen geëxperimenteerd mag worden. En ze experimenteren dus met bewegend beeld met een bandbreedte van 500 kHz die in die extra megahertz past, ruimschoots dus. Het is te downloaden, het blad gratis op batc.org.uk en dan CLUB underscore stuff, STUFF, /rbtv.pdf. Maar ik zal het linkje ook op panel.e2e.nl zetten. Dan kun je het eraan klikken als je in ATV geïnteresseerd bent. Ja, en het goede nieuws is dat de repeater waar ik het van de week over had, die in de douane vast zat bij Nepal, of Nepal zeg je in het Nederlands. Maar die repeater die is door de douane heen. Die zat er al sinds maart, al voor de aardbeving. En ja, die gaat volgens mij op de universiteit komen. En in ieder geval gaat hij voor de toekomst ook een goede mogelijkheid voor de noodcommunicatie bieden. Hij is op 5 mei door de douane heen gegaan. Volgens arrl.org, de site van PI2NOS, hobbysco.nl, staat dan nog het bericht dat we van de week al hadden. Hè, dat er een repeater op de Jutberg staat binnen het NOS-systeem. Naast de repeater voor de Jutberg, die er volgens mij ook al staat. Ja, volgens Hamnieuws is het mogelijk dit jaar nog toegang tot 5 megahertz in Nederland, vooruitlopend op een CEPT-besluit. Het zou dan gaan om het bandje 5250 tot 5450, dus net onder de 40 meter band en boven de 80 meter band. Er staat in de zomer kun je al beginnen met de bouw van een gecombineerde antenne. Ik weet niet hoe ver dat dit gaat, maar de tekenen zien er inderdaad redelijk gunstig uit. En het zou kunnen dat het in augustus is. Maar goed, bij dit soort dingen, het kan soms lang op zich laten wachten. Zoals bijvoorbeeld ook bij de wijzigingen destijds was voor de N-amateurs naar de korte golf toe. Hè. Dat hing toen steeds in de lucht dat gebeurde. Maar het is wel positief. Het is een erg leuke band. Ik verheug me er zeer op. Ik kan er op zich, ik heb er apparatuur voor. En op zich ook eigen antennes. Dus ik zou zo kunnen beginnen als het erdoor is. Ik heb zo'n doorlopend afstembare antenne. Hè. Mijn korte golfzendontvanger. Die heb ik gekocht voor de wijziging op 40 meter toen die er al aankwam. En toen leek het me ook wel verstandig om die breed te bestellen, zeg maar. Goed, tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Ik rond het hiermee af. Vanavond is er de lange uitzending. En die is vanaf 10:30 op P3 UTR. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango. Ik hoop.